Wat begon als een idee aan de keukentafel is uitgegroeid tot een protestbeweging van jongeren. I wanted to feel the fear I feel every day. Ik kon geen normale communicatie meer voeren. Het zijn onrustige tijden. Maar zijn ze nu verontrustend of zijn ze onrustwekkend? Het is toch wel verontrustwekkend. Welkom bij De Preek. Mijn naam is Kaar en het klimaat is verontrustwekkend. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Een show met een kleinere ecologische voetafdruk dan die van Martien. Hoewel het protest van de Gilets Jaunes nu al 4 maanden doorgaat in Frankrijk, zijn we vandaag toch in Brussel met het nieuws van gisteren. Want ondanks onze afwezigheid is er wel heel veel gebeurd. En als wij het niet doen, wie gaat het dan bepreken? Jij? Ha, laat mij niet lachen. We beginnen deze week, zoals wel vaker, met internationaal nieuws. Madam Speaker, the President of the United States. De laatste tijd blijft Donald Trump zijn plaat willen zingen. The proper wall never got built. Ah ja, bouwt hem dan, hè. Hoe moeilijk kan het zijn om een muur te bouwen? Leader of the free world, mijn gat. Iets dichter bij ons, in het perfide Albion, loopt de Brexit heel goed. Ons Therese had dit te zeggen. I'm going to deliver Brexit, I'm going to deliver it on time, and cause widespread dismay. Maar het Britse volk is hier niet volledig mee opgezet. Tenminste, moest het Britse volk bestaan uit 4 venten aan de Schuman. Bollocks! De Engelstalige landen willen isolationistisch gaan doen. Wel, maar wat dat zij kunnen, kunnen wij ook. Trekt uw plan! En dan gaan we nu door met nieuws van eigen bodem. De Verenigde Naties roept ons land op om excuses aan te bieden voor de wreedheden die begaan zijn tijdens het koloniale verleden. De VN wil dat België zich verontschuldigt voor de verminkte Congolezen van 100 jaar geleden. Dat zal België niet helpen en dat zal Congo ook niet helpen. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat excuses hier op hun nuttige plaats zijn. Wie moet zich dan verexcuseren? De koning? Filip? Hij is de achterachterneef van Leopold II. Zou jij u willen verontschuldigen voor uw vieze onkel? Wij alleszins niet. Leopold II heeft officieel geen kinderen en heeft 111 jaar geleden de Congo-staat aan België gegeven. Dus het is de Belgische staat die zich moet verontschuldigen. Maar wie dan? Onze eerste Michel? Wat heeft Charles hiermee te maken? En nu ik erover denk, België had waarschijnlijk milder geweest met Congo als Wereldoorlog 1 niet uitgebroken was. Dus in die zin is het allemaal de schuld van de Duitsers. Maar Frans Ferdinand was een Oostenrijker en hij is neergeschoten door een Serviër met een Russisch wapen dat gemaakt is met staal uit de Caucasus. En Caucasiërs zijn homo sapiens. En de homo sapiens is ontstaan in Afrika. Stop met de schuld op een ander te steken. Het koloniale tijdperk is al lang passé composé. En iedereen die er nu nog wakker van ligt, zou beter eens naar zijn eigen kijken. An apology is really an acknowledgement of what happened. Ja, oké, maar de Belgen erkennen dit wel. Het staat in de geschiedenisboekjes. Is een verontschuldiging dan nog nodig? En dan nu echt nieuws. Er komt mogelijk een ware revolutie aan op het internet. Oeh, die revolutie was toch al lang bezig? Grote internetplatformen zoals YouTube of Facebook worden in de toekomst aansprakelijk voor wat gebruikers op hun platform zetten. Aha, hij heeft het over artikel 13 van de EU Copyright Directive. Artikel 13 komt er min of meer op neer dat internetplatformen, onder meer YouTube en Facebook, initieel aansprakelijk zullen worden gesteld wanneer hun gebruikers een schending van het auteursrecht begaan. Concreet wil dit zeggen dat de internetplatformen gezien worden als uitgever wat ze overduidelijk niet zijn. Concreet klagen veel muzikanten en andere artiesten er nu over dat er muziek en video's op het internet terechtkomen waarvoor hen geen auteursrechten zijn betaald. En dit is zever, want YouTube, dat ondertussen al 15 jaar bestaat, bezit de technologie om auteursrechtelijk beschermd materiaal automatisch te herkennen in video's. Exemplum gratia, kinderen. De dokter en ik hebben ooit een videoclip van Get Ready besproken. Het duurde
jullie geen kwartiertje voordat de Warner Music Group doorhad dat het hun liedje was dat gespeeld werd door de boxen van een smartphone. Met als gevolg dat zij nu wel geld verdienen met een video die wij gemaakt hebben. Maar hoe? Heel veel geld zullen ze er ook niet mee verdienen. Enfin, deze mof zal u uitleggen wat het officiële standpunt is. Diegenen die hier iets gecreëerd hebben en zeer creatief waren, dat daarvoor even ook entsprechend een vergoeding betaald werden kan. Een vergoeding betalen, dat klinkt allemaal vrij goed. Maar hier is niet nagedacht over parodieën en satires, wat onze video over Get Ready duidelijk ondervalt. Deze mof wil niet dat wij betaald worden, hij wil dat zij betaald worden, de gezichtsloze bedrijven. Hij wil terug naar de tijd waar mediamagnaten de touwtjes in handen hielden. Of zoals deze andere mof het u zegt. The internet would be more like television, where a small number of professional rights holders and professional large platforms negotiate with each other and everybody else is locked out. Wanneer de internetplatformen aansprakelijk zullen gesteld worden voor schending van auteursrecht door hun gebruikers, dan zullen ze de moeite ook niet meer doen om hun platformen open te stellen voor die gebruikers. Facebook zal niet meer toelaten dat je memes post met auteursrechtelijk beschermd werk. En YouTube zal er ook niet mee kunnen lachen. En om te verhinderen dat er schendingen van het auteursrecht gebeuren, zullen ze u gewoon verhinderen om iets op hun platformen te plaatsen. Wat betekent dit voor de preek? Maar we zullen het zien. Hè. Nu hoor ik u al denken. Godverdomme kaart, het is weer wij die er de dupe van zijn. Maar vergeet niet wie dat het echte slachtoffer is bij een schending van het auteursrecht. Voor ons auteurscomponisten is het heel erg moeilijk om in die jungle van YouTube en Facebook om daarin je muziek te gaan terugvinden. Ook al vindt Miguel Wils zijn weg niet door de jungle, vond de VRT toch direct een concreet voorbeeld. En het was meteen ook een tegenargument voor artikel 13. Kom maar snel naar De video was duidelijk transformatief, dus het valt onder de parodiewetgeving. Maar Miguel kon er niet mee lachen. Ik vind het niet echt grappig, maar ja, los daarvan is het natuurlijk wel zo dat het heel vreemd is dat onze muziek daarin gebruikt wordt en dat wij daar dus niet voor vergoed worden. Oh, boehoe, Miguel. Jij verdient €646.000 per jaar. En omdat dit vetvarken een derde Ferrari wil kopen, wordt ons recht op vrije moppenuiting beperkt. Maar er is nog iets dat je kunt doen. Je gaat naar SaveTheInternet.info, getekent de petitie en gered onze memes. Link in bio. En dan gaan we nu over naar het nieuws dat al 6 weken op zich laat wachten. Eigenlijk al 30 jaar. Meer dan 3000 leerlingen hebben gespijbeld om in Brussel te betogen voor het klimaat. De digital natives zijn toegekomen, Wim. Wie weet wat ze van plan zijn. De jongeren zijn van plan om vanaf nu elke donderdag te spijbelen. Jawel, de week erop was het ook weer vandaag. 12.500 scholieren zijn naar Brussel getrokken om er aandacht te vragen voor het klimaat. En deze keer was ons favoriete polo-model Dries van Langenhoven er ook bij. De VRT heeft hier geen knijt over gezegd. De kranten rapporteerden het wel, maar dit is een YouTube-show, dus dit is de berichtgeving van Dino Daan en de gang. Trigonumsinspiratie, van aan nu naar de wever, voor een manifestatie. Maar meer minder gezever. De Dries stond daar met een bordje voor kernenergie. Het is nu niet per se de meest vervuilende oplossing, maar het is wel de vaakst gebruikte door de rechtsrakkers. Het is ondertussen een beetje een cliché geworden. Enfin, ga u abonneren op Dino Daan. Zijn video's zijn tof. En verder hielden de studenten woord. De derde klimaatmars van spijbelende jongeren is een ongezien succes. Driebergen is scheepsrecht, kinderen. En de derde editie van de klimaatmars bracht ook het meeste volk op de been. En sommige stoute kindjes kregen er toch niet genoeg van. Voor de vierde donderdag op rij, de vijfde donderdag op rij. Voor de zesde week op rij betogen jongeren voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Oké, wie denkt er nu dat de jongeren echt begaan zijn met het klimaat? Steek uw handen op. Ja. Oké, en wie denkt er dat de jongeren gewoon spijbelen om te spijbelen? Ja, oké, dat is duidelijk de meerderheid. Maar toch, ze hebben een heel duidelijke boodschap. Als er voor ons geen toekomst is door de klimaatopwarming, dan heeft naar school gaan geen zin. Logisch, toch? Nee, als je iets wilt doen aan de klimaatverandering, dan kun je best transigneren. En om eerlijk te zijn, sommigen onder jullie zouden best wel wat extra scholing kunnen gebruiken. Wat hebben jullie precies voor jullie gezicht en waarom? Een maskertje, omdat de luchtkwaliteit tegenwoordig heel slecht is. De dokters dragen zo'n maskertje om te verhinderen dat er
bacteriën vanuit hun mond in de patiënt zijn gapende wonden zouden komen. Het werkt maar langs één richting. Nu goed, hoe is dit grapje begonnen? Wel, de 17-jarige Anuna de Wever verveelde zich op een dag en ze vroeg zich af: wat kunnen we nu doen? En ze liet zich inspireren door de Zweedse klimaatprotesten. Kort gezegd, ze heeft het idee gestolen van Wednesday Addams. But I don't want your hope. I want you to panic. Maar ze spijbelt wel op donderdag in plaats van vrijdag. Vermoedelijk heeft ze donderdag. Hello. Na de vierde week draaide het niet meer om het milieu, maar wel om de minister. Schouwvliegen ligt zwaar onder vuur, omdat ze afgelopen weekend had gezegd dat de grote klimaatbetogingen opgezet spel zijn. Joke kwam met een complottheorie en de pubers begonnen haar direct massaal te sms'en. Het was zo erg dat het telt. Nee, nee. Ik kon met mijn gezin niet meer communiceren. En deze belagingsactie hadden we allemaal te danken aan Act for Climate Justice. Een groepje ecofascisten opgericht door twee PvdA'ers, Wouter Hillaert en Hugo Fransen. Maar het was een jongen genaamd Arno Kemping die de actie op poten had gezet. En de digital natives hebben zich laten mispakken, want hij is een millennial. En hij had over de belagingsactie dit te zeggen. Het is niet de grootste uitdaging voor een minister om de gsm af te zetten. Zeg dat tegen de slachtoffers van Bart de Pauw. Zie je wat je nu gedaan hebt? Stoute communist. Kijk, ik hoef geen Al Gore of Leonardo DiCaprio te zijn om te weten dat het klimaat wel degelijk aan het veranderen is. En de theorieën over hoe dit juist komt zijn legio. De as van de aarde is aan het verschuiven. De zonneactiviteit is aan het verhogen. De mysterieuze planeet X komt steeds dichter en dichter. En misschien hebben de oude Egyptenaren hier iets mee te maken. Maar de uitstoot van CO2 is het enige wat de mens zelf iets aan kan doen. En dan stel ik voor dat we het hier niet volzetten met van die lelijke windmolens of van die ouderwetse kerncentrales. Een waterstofreactor had hier al lang kunnen zijn. En wie heeft hier nu eigenlijk baat bij die klimaatprotesten? Nou, bij de Groene Partij natuurlijk. En wist je dat? Anuna, haar moeder, consultant voor Groen is. Ah, begint je te snappen. Daarom stel ik voor dat alle partijen, zij het links, rechts of Redouan, een groen beleid in hun partijprogramma steken. Je hebt nog tot mei. Aan de Z-generatie wil ik nog dit kwijt. Spijbelen is pas cool wanneer dat je niet de toelating van je mama hebt. Ik vind spijbelen dat niet kan. Maar de toekomst van onze kinderen staat op spel. En daarom denk ik voor klimaat, ja, het kan wel. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Sorry Congo, maar ik doe niet mee aan multigenerationele identiteitspolitiek. 2. Stopt allemaal met memen, want Miguel Wiels is aan het verhongeren. 3. De echte oplossing voor klimaatverandering is meer wetenschap. Hartelijk dank om alweer te kijken naar deze nieuwe aflevering van De Preek. Ik zie u graag een volgende keer terug. En ik laat u nog met dit. Anuna is een palindroom, maar koortsmeet systeemstrook is dat ook. Een complot van de commercie. Samen met veganisten, transgenders, olibibis, feministen. Want al die spullen. Eco, bio, zo gezegd voor het klimaat. Nee, nee. Allemaal om geld uit onze zakken te kloppen. Hashtag not with me.